Goedemiddag beste kijkers. Leuk dat jullie er weer bij zijn voor deze tweede week van onze Walter maand. Wij gaan in deze week behandelen de Walter PDP, de Walter PDP wordt geleverd in drie variaties. Wij hebben de Walter PDP in de 4 inch variatie, de 4,5 inch en de 5 inch variant. Uh, het is het nieuwste wapen van Walter. Het is polymeer. Striker fired. Hij is optic ready vanuit de fabriek. Dus wat voor red Dot jij er ook op wil zetten, de mogelijkheid is ervoor. Um, het, het is een wapen gemaakt voor als duty pistol. Dat is ook de naam van het wapen: Performance Duty Pistol. Ik pak even de 4-inch variant van de PDP erbij. Safety check: het wapen is leeg, uiteraard. Wat is er nu zo interessant aan de nieuwe Walter PDP? De texturing aan de zijkant. Walter noemt het superterrain texturing. Het zijn eigenlijk kleine pockets uit, uitgegoten in de, het plastic. Wat ervoor zorgt dat je een hele fijne grip op het wapen hebt. Of je nou natte handen hebt of vochtige handen. Je kunt met dit wapen kun je een goede grip vinden. Eenzelfde stijl texturing, ook weer superterrain genoemd, vinden wij terug op de sleden van het wapen. De uitsparingen in de sleden zijn diep weggevreesd, zodat je makkelijk een goede Hold op het wapen krijgt, aan de voorzijde als zowel aan de achterzijde. Dat maakt dat het manipuleren van de slede heel eenvoudig is. Waar goed over nagedacht is bij de Walter PDP, en ik zal nu even wisselen van de 4-inch variant zonder dat naar de 4-inch variant met dat, is dat er nagedacht is over de manier waarop je het wapen vastpakt. Zoals ik het wapen nu vastpakt. Heeft Walter hier onderaan een kleine uitsparing gemaakt? Of beter gezegd, een vergroting is het eigenlijk. Waardoor jij iets meer druk met je pink gaat zetten en de natuurlijke presentatie van het wapen iets lager is. Je wil natuurlijk, als je met een red dot schiet, dat jouw dot recht voor jouw ogen terecht komt. En dat je niet moet gaan zoeken naar de dot. Iets wat veel schutters ervaren op het moment dat zij voor het eerste keer overgaan van Iron Sights naar een red dot. Dit kleine trucje van Walter helpt daar behoorlijk in. Iets meer druk op je pink, kantel het wapen naar beneden en zie, de dot gewoon makkelijker. Qua red dot heb ik er nu de Leopold Delta Point Pro op gemonteerd. Uiteraard niet inbegrepen bij het wapen, maar je kunt vele types red dot hierop monteren. De plaat wordt in Europa niet bijgeleverd bij het wapen, die zul je dus daarbij moeten kopen, maar alle platen hebben wij op voorraad en denk daarbij aan bijvoorbeeld de Triggeron RMR. De Holosum variaties, de Vortex Viper en de Doctor variant. Een ander interessant ding aan de Walter PDP is de trekker. Walter noemt dit ook wel hun Performance Duty Trigger. Uh, het is een hele fijne trekker. Als we gaan kijken naar de take-up. Het is een relatief korte take-up. De veiligheid valt nagenoeg weg in de trekker. Als we dan iets meer druk geven. Zie je dat het schot in een kleine beweging afgaat. En ook de reset van de trekker. Erg kort en controleerbaar. Met andere woorden, een fijne trekker. Ook zeer goed voor de disciplines die wij hier in Nederland beoefenen. Ik zal nu de 4,5 inch er even bij pakken. Ook safety check. Wapen is leeg. Andere interessante features aan de Walter PDP. Meer technisch gezien. Intern is de Walter PDP voorzien van een stepped chamber. Dat houdt in dat in de binnenzijde van de kamer een extra rand is ingefreesd, zodat wanneer de patroon wordt gekamerd er extra ondersteuning op de huls is, op de plek waar de kogelkop zich in de huls bevindt. Twee voordelen die je daarbij krijgt is dat er meer druk van het gas achter de kogelkop zit voor iets hogere snelheid, maar ook heeft het het voordeel dat er minder gas terug het wapen ingaat tijdens het cyclen van de sleden. Waardoor het wapen schoner blijft. Ook dat is uiteraard belangrijk in een duty pistol. Deze kun je ook gebruiken in wat meer uitdagende omstandigheden, waardoor het wapen ook nog steeds goed blijft presteren. Op het gebied van magazijnen worden er bij de Walter PDP twee magazijnen geleverd. Deze zijn specifiek voor de Walter PDP gemaakt. Er kunnen 18 patronen in deze patroonhouder en aan de achterzijde is te zien dat er 18 gaten gemaakt zijn. Zodat je eenvoudig kunt zien hoeveel patronen jij bij je hebt. Aan de buitenkant hebben wij nog een loaded chamber indicator. Die is verwerkt in de extractor. Op het moment dat er een patroon gekamerd is, gaat de extractor een klein beetje naar buiten toe. En wordt een rode streep aan de buitenzijde zichtbaar. Maar ook kun je het voelen. Dus op het moment dat je met je vinger over een geladen wapen, een geladen Walther PDP heen gaat, kun je voelen... Dat het wapen geladen is. Een ander interessant dingetje is de visering. Deze visiering is Glock compatible. Traditioneel gezien heeft Walther niet de beste aftermarket support voor wat betreft het verkrijgen van onderdelen. Uh, en dan bedoel ik meer achteraf ge gemaakt, dus dat andere bedrijven on onderdelen gaan maken voor jouw specifieke wapen. Een merk wat daar verschrikkelijk goed in is, is Glock. En daar is Walther dus ook achteraan gegaan. De visiering is dan specifiek Walter, maar de opname daarvan is Glock. Wil je dus andere visiering voor je Walter PDP bestellen, bestel dan iets van Glock en dan heb je gewoon immens veel keuze. Denk aan volledig instelbare LPA visiering, denk aan uh, full fiber visiering en denk ook aan tritium. Alles is mogelijk als het voor Glock gemaakt is, past het op de Walter PDP. Als ik nu de 5 inch editie erbij pak, uiteraard safety check. Zie we hier aan de achterkant een mogelijkheid om verschillende backstraps te monteren. De medium backstrap zit er nu op. Daarnaast wordt meegeleverd een standaard small backstrap. En wordt meegeleverd een large backstrap met een beaver bovenzijde, wat slide Bite vrijwel elimineert. Tijdens deze Walter-maand kun je gebruik maken van een leuke aanbiedingen, onder andere voor de Walter-PDP. Als je gaat voor de Walter PDP, kun je kiezen uit 500 patronen een Winchester 124 grain, of het LAG holster, of je kunt kiezen voor een Walter Range Bag. Altijd handig en zorg dat je georganiseerd met je spullen op de range staat. Hartelijk bedankt voor het kijken iedereen. Mocht je nu meer informatie willen weten over onze actie, ga naar onze website. En als je denkt van, hé, hey, dat vond ik leuke content, abonneer je op ons YouTube-kanaal en geef ons een thumbs-up. Fijne dag nog iedereen!